Mensen in de zaal. Yeah. Lekker om er weer te zijn, hè? Ja, ook hele goede morgen thuis. Fijn dat u uh, meekijkt. Uh, ja, ik heb heel veel zin in deze ochtend. U ook. Ja, ik hoop u ook thuis. Uh, Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Wat een voorrecht, hè? Dat we de Heilige Geest mogen kennen. Amen. Bent u dankbaar voor de Heilige Geest, voor alles wat Hij is en wat Hij doet in ons leven? Ja, Heilige Geest, u bent zo welkom deze ochtend. Halleluja. Ik wil graag met jullie uh, vandaag eens spreken over één van de gaven van de Heilige Geest, namelijk woorden van kennis. Als het goed is, is er ook een, uh, een PowerPoint presentatie. Ik kijk even schuin mee of die uh, al aangezet wordt. Even kijken hoor. Oh, ik moest zelf op het knopje drukken. Ja, dat is wel handig. <laughs> Oké, okay. ik heb het uh, volgende thema um, voor u um, deze, deze ochtend. Woorden van kennis zetten Gods dimensie vrij. Um, de Heilige Geest heeft heel veel gaven, twaalf gaven. En vandaag willen we het heel specifiek hebben over woorden van kennis. Woorden van kennis hebben de potentie om Gods dimensie vrij te zetten. Nou, even een korte definitie van een woord van kennis. Een woord van kennis is een bovennatuurlijke openbaring van informatie verkregen door de Heilige Geest. Deze kennis wordt verkregen zonder gebruik te maken van menselijke analyse. Dus met andere woorden, een woord van kennis. opent de deur voor een diepere werking van God. En het kan zo zijn dat je op een gegeven moment een stuk informatie krijgt, een download. We gaan zo meteen, ga ik nog wel delen hoe dat dan tot je komt. Um, maar dat God op een bovennatuurlijke manier een stukje informatie geeft over wat hij misschien wil doen of wat achtergrondinformatie. Wat je niet vanuit natuurlijk weten kon weten. We gaan zo meteen een oefenzetting creëren waarin u geactiveerd gaat worden in woorden van kennis. Heeft u er al zin in? Oké, okay, u bent vandaag niet gekomen om te consumeren, maar u bent gekomen om geactiveerd te worden. En u thuis ook, dus doe vooral mee. Um, maar even een paar, paar dingen. Wa waarom nou woorden van kennis? Hoe werkt dat in de praktijk? Nou, een van de dingen is dat wat ik zeg, woorden van kennis zetten Gods dimensie vrij. Misschien heeft u het wel eens ervaren dat soms als u een profetisch woord kreeg, dat dat eerst vooraf gegaan werd. Met een woord van kennis, een stukje informatie, wat die persoon totaal niet over jou kon weten. Wij hebben wel eens een, een Schotse profeet uitgenodigd toen wij nog in Alkmaar waren. En uh, hij had een goede reputatie. En, uh, maar hij was bij ons voor het eerst. En dan ben je toch als voorganger even benieuwd wat voor vlees hebben we in de kuip. Kun je dat een beetje voorstellen? Dus even aftasten aan elkaar van wie staat er nu voor mij. En uh, op een gegeven moment hebben we een setting gecreëerd. We waren een kopje koffie aan het drinken samen met een medevoorganger. En uh, nou ja, de bescheidenheid, koetjes, kalfjes, praat. Maar ja, hij is een profeet, dus op een gegeven moment moet er toch ook iets gaan gebeuren. Um, dus we zeiden van, joh, zou jij over de gemeente willen profiteren? En wat hij deed was. De eerste, nou, één tot twee minuten. begon hij allemaal dingen te delen. waar wij als achter de schermen mee bezig waren. Uh, thema's voor volgend jaar, et cetera. Wat hij gewoon absoluut niet kon weten. En hij begon dat te delen. Nou, kun je je voorstellen wat er dan op dat moment gebeurt in je hart? Je hart komt volledig open te staan. Ja. En daarna begon hij pro te profiteren over de gemeente. En, en wat er gebeurde, een woord van kennis opende... Mijn hart in dit geval, maar ook van mijn mede-collega. Voor het profetische woord wat God daarna wilde spreken. Woorden van kennis zetten de dimensie van God vrij. Um, maar ook in de context van genezing. Zometeen gaan we ook woorden van kennis ontvangen. En het kan best zijn dat je hier. Nou, ja, ik maak even een theoretisch geval. Stel je nou voor dat je een uh, last hebt van een skiduin. He, je hebt een beetje pijn in je duim. En dat is gebeurd, je bent gevallen. Met mountainbiken. Uh, nou, je bent over de kop geslagen. Uh, je hebt last van je duim. Dat is jouw verhaal. Je bent misschien wat sceptisch ten aanzien van of God zou kunnen genezen. En dan gaan we zo meteen een setting creëren en dan komt daar iemand anders en die, uh, die zegt: Ja, het is heel raar. Ik zie een plaatje van iemand die uh, over de kop slaat met mountainbiken en ik heb de indruk dat je duimbezit is. En ik heb het gevoel dat God je wil genezen. Nou, stel je nou voor dat dat wordt gezegd in deze zaal. Wat gebeurt er dan met jouw hart als je toch wat sceptisch staat over of God nog wel of niet zou willen genezen? Je hart komt helemaal open te staan. Je hart gaat open voor wat God in die context wil doen, want je denkt: "Wauw, dat ben ik." En God heeft dus dus blijkbaar mij op het oog. Um, nou, ik wil graag met jullie eerst een uh, verhaal delen uit de Bijbel. En dat vinden we in Johannes hoofdstuk 4. Want um, we hebben een mooie uh, slogan, alleen Jezus. Dus het is goed om nu ook even naar de Heer Jezus te kijken. Want ook de Heer Jezus functioneerde in woorden van kennis. Het is een uh, bekend verhaal, u kent het hoogstwaarschijnlijk wel. De Samaritaanse vrouw die bij de put zit. En... Uh, ik wil daar graag uh, even wat paraphraserend, even mijn eigen verhaaltje daarin uh, vertellen, want anders raken we te veel tijd kwijt. Um wat is er aan de hand? Jezus die gaat reis maken vanaf Jeruzalem naar Galilea en hij moet daarvoor door Samaria heen. Het is op een gegeven moment midden in de dag, um, nou ja, dat is de meest onbelangrijke tijdstip in het uh, Midden-Oosten, want dat was het heetst van de dag, iedereen lag een beetje moe te zijn en een dutje te doen. Uh, en Jezus zit daar bij een put en dan ziet hij op een afstand een vrouw aankomen wandelen. Een Samaritaanse vrouw. Nou, dat in zichzelf is al raar, want normaal gesproken werd er niet midden op de dag water gehaald. En het liet al even zien: hier is wat aparts aan de hand met die vrouw. Dan ga ik even heel snel door het verhaal. Waar gaat het verhaal eindigen? Het verhaal gaat eindigen dat deze vrouw een openbaring krijgt, dat Jezus de Messias is, de lang verwachte Messias. En dat niet alleen, dat zij als evangelist gaat functioneren om een hele stad te redden. In die zin dat die hele stad tot geloof komt in diezelfde geloofsbelijdenis. Jezus is de Messias. Wauw, in een paar uur tijd verandert een onbelangrijk moment met een voor de maatschappij ogende onbelangrijke vrouw. In een heel belangrijk moment voor Gods Koninkrijk. Zo belangrijk zelfs dat die vrouw even gelist wordt en een hele stad tot redding komt. Nou, daar is wat gebeurd. En dat is misschien wel even het allereerste punt wat ik vandaag wil maken met u. Want we gaan zo meteen een oefenzetting creëren um, om u te helpen te geactiveerd te worden in woorden van kennis. Maar dat doen we niet zodat we het gezellig hier met elkaar kunnen hebben. Maar dat doen we zodat u. Als u van de week weer uiteen gaat en in de trein zit en misschien voor u onbelangrijke momenten meemaakt in uw leven, dat u open komt te staan voor de suggestie dat misschien dat onbelangrijke moment in uw ogen voor God wel eens heel belangrijk kan zijn. En dat God dat onbelangrijke moment wil gebruiken om Gods koninkrijk baan te laten breken. Amen. Gods koninkrijk wil doorbreken op ieder moment van de dag. De vraag is niet of God het wil, de vraag is of jij en ik beschikbaar zijn voor de Heilige Geest. En Jezus, wat we leren in dit verhaal is, ik denk dat Jezus, we lezen dat hij moe was bij de put. Nou, als ik moe ben, heb ik de neiging om te denken, nou, aan mijn lijf even geen Polonaise. Herkent u dat? Je sluit jezelf even af en je denkt, nou, dit is even mijn PJ-momentje. Even geen sores aan mijn hoofd. Maar Jezus laat hier wat anders zien. Ik denk dat Jezus die vrouw op afstand zag aankomen en direct aan de Vader vroeg, Heer, Vader, wilt u wat met deze vrouw? Heilige Geest, ik zie daar een vrouw aankomen lopen. Het is waarschijnlijk een onbelangrijke vrouw in de ogen van de samenleving. Wilt u wat met die vrouw? Jezus stelde zich beschikbaar voor de Heilige Geest dat Gods Koninkrijk daar iets kon doen. Dat is de allereerste les. Ben jij beschikbaar voor de Heilige Geest in jouw leven, ook voor de jouw ogende onbelangrijke momenten in het leven? Want weet je wat het is? We kunnen onszelf allemaal opladen, geestelijk gezien, als we naar een kerk gaan of als we naar een conferentie gaan, waar allerlei hote methoden zijn, maar daar is Gods Koninkrijk niet voor bedoeld. Dat is leuk, dat zijn de oefenmomenten Maar Gods Koninkrijk wil baanbreken in de momenten van alle dag. En de sleutelvraag is: ben jij beschikbaar? Ik was heel leuk, ik was van de week uh, bij, uh, bij een heel lief echtpaar in de gemeente, vorige week trouwens was dat. En, uh, en zij deelden met mij: ze zeggen, joh, wij zijn opgevoed met drie gebeden die we iedere ochtend bidden. En de gebeden zijn als volgt: Heilige Geest, vul mij vandaag met uw tegenwoordigheid. Een heel simpel gebed. Maar zo belangrijk om te bidden. Heer, hier ben ik. Vul mij met uw tegenwoordigheid. En daarna, Heer, spreek tot uw knecht. Ik wil luisteren. Heer, wat wilt u vandaag doen? Hier ben ik. Ik ben beschikbaar voor uw koninkrijk. Spreek. En Heer, hier ben ik. Zend mij. Drie hele eenvoudige gebeden. Die zo eenvoudig zijn, maar heel vaak door de drukte van ons. Agenda en onze dag, waar we ons eigenlijk helemaal niet toepassen. Maar Jezus leert ons dat onbelangrijke momenten in Gods koninkrijk belangrijk zijn. Nou, dan ontstaat er een gesprek met deze vrouw. En um, het is wel heel grappig dat um, Jezus niet gelijk binnenkomt met de openbaring: Hallo, ik ben Jezus, um, ik ben de Messias. Had hij natuurlijk kunnen doen. Wat denkt u? Was die boodschap geland, ja of nee? Die boodschap was niet geland. En weet je waarom niet? Deze vrouw zat nog vol stigma's en cynisme. Oordelen. En weet je wat het is met een stigma of een oordeel? Het voorkomt altijd, en dat is punt twee, eh, dat je niet kunt ontvangen wat God voor jou heeft. Een oordeel in je hart vormt ten per definitie altijd een belemmering voor om in die relatie iets van God te ontvangen. Want wat was er aan de hand? Die vrouw die komt naar Jezus toe en Jezus vraagt haar: "Heeft u voor mij wat te drinken?" En het eerste wat zij ze zegt is: "U bent een Jood, ik ben een Samaritaan." Wij zouden eigenlijk helemaal geen contact moeten hebben. Voor deze vrouw was er eigenlijk helemaal geen aanleiding om in contact te komen met Jezus. Vervolgens gaat Jezus even verder in het natuurlijke en zegt: Joh, maar als je eens wist wie er voor jou staat, dan zou je mij vragen om je te drinken te geven, want ik heb levend water. Nou, eerst had deze vrouw last van een stigma, wij horen geen contact te hebben, en dan breekt het cynisme in. Want dan zegt ze: Oh, bent u soms beter dan Jacob, die deze bron heeft gegeven hier zo? Met andere woorden, wie bent u dan? He, ga ik van u iets beters ontvangen dan deze Jacob die ons deze bron heeft gegeven? Cynisme. Jezus moest eerst door wat barrières heen breken in deze vrouw, om uiteindelijk te komen tot het punt van de openbaring: ik ben de messias. Goed om je heilige hart daarin ook te checken. Is er oordeel, is er kritiek, is er cynisme in jouw hart aanwezig? Als dat er is ten aanzien van God, ten aanzien van de Heilige Geest of ten aanzien van mensen, dan vormt dat tot alle tijden een belemmering om te kunnen ontvangen. Maar Jezus gaat door. Het verhaal gaat verder. Jezus zegt, joh, weet je wat het is? Ik heb levend water voor jou. En als je dat van mij gaat ontvangen, dan word je een bron. Dan gaat er iets in jou gebeuren. En nu komt die vrouw, die komt wat openen te staan. Die zegt: "Nou, dat wil ik wel graag." Maar tot op dit punt is de Jezus die voor haar staat nog steeds de Jood. En nu komt het. Nu Jezus was in versnelling 1 aan het rijden en nou trekt hij even de bovennatuurlijke versnelling zet hij in. Hij deelt een woord van kennis en dan gaat er wat gebeuren in het hart van deze vrouw. Want Jezus zegt: ga je man halen. En die vrouw zegt: ja, maar ik heb helemaal geen man. Ja, zegt Jezus, dat klopt, want je hebt al vijf mannen gehad, en de man die je nu hebt is niet de man waarmee je getrouwd bent. Dat was informatie die kon Jezus niet weten. Er hing niet een bordje boven haar hoofd wat zei: ik heb al vijf mannen gehad. Dit was bovennatuurlijke informatie die Jezus had verkregen, misschien al wel op het moment dat hij die vrouw zag aankomen lopen en dat verbindingtje maakte. Heer, wilt u wat doen vandaag met deze vrouw? Hij had informatie gekregen. En op dat moment, als Jezus dit deelt, gebeurt er, gaat de versnelling van versnelling 1, opeens naar versnelling 4. Want wat zegt die vrouw? Ik zie dat u een profeet bent. Dus opeens maakt die vrouw een reis van dit is een Jood naar dit is een profeet. En haar hart komt open te staan voor wat God op dat moment wil doen. En Jezus gaat het gesprek aan, en op een gegeven moment zegt ze: Ja, wij verwachten een Messias die gaat komen en ons in alles zal onderwijzen. En dan zegt Jezus: Ik ben het, die voor u staat. En opeens, door een woord van kennis, is haar hart open komen te staan voor die diepe openbaring. Ik ben de Messias die je verwacht. En deze vrouw. Die gaat zo vol overtuiging terug naar het dorp. Hoogstwaarschijnlijk was zij een verstotene vrouw, een onbelangrijke vrouw. Ze had al vijf mannen gehad. En eh, hoogstwaarschijnlijk heeft het hele dorp haar ah, afgekeurd. Maar nu is er iets in dat leven van die vrouw gebeurd. En zij wordt evangelist. En ze gaan naar het dorp toe. En dat hele dorp komt tot geloof. Een woord van kennis zette de dimensie van God vrij in het leven van die vrouw. En in het leven van dat dorp. En velen zijn tot de Heer gekomen. Wat zou er gebeuren op het moment dat jij op dezelfde manier als Jezus jezelf beschikbaar gaat stellen voor de Heilige Geest. En op de onbelangrijke momenten in jouw ogen van de dag zegt, Heer, wat wilt u doen? Als je op de trein terug zit morgen naar huis en zegt, Heilige Geest, hier ben ik. Wilt u wat zeggen tegen de persoon die tegenover mij zit? Heeft iemand dat wel eens ervaren? Mag ik eens een hand zien? Als je dat... Ja, fantastisch. De Heilige Geest wil zo graag dat de onbelangrijke momenten in ons leven, dat we die belangrijk gaan maken en dat we die gaan zien als potentiële doorbraken van Gods Koninkrijk in ons leven. Amen? Nou... Dan gaan we, ik wil graag wat, wat, wat uh, dingen delen, hoe je nou woorden van kennis gaat uh, ontvangen. Ik ga even met schuin oog naar de tijd kijken, dat gaat nog goed. Um, <laughs> um, want we gaan zo meteen een oefenzetting creëren. En we gaan de Heilige Geest uitnodigen om tot jou heel persoonlijk te spreken. En dan gaan we die woorden van kennis ook delen met elkaar. Ik ga een aantal mensen vragen om die woorden van kennis te delen. Um, en dan gaan we ook een stuk gebedsbediening daarop doen, terwijl de aanbidding doorgaat. Maar hoe komen woorden van kennis nu tot je? Nou, daar heb ik ook even een sheet voor. We kunnen woorden van kennis voelen. Ik noem ze even heel snel. We kunnen ze zien. We kunnen ze lezen. Je kunt het denken. Je kunt het uitspreken. Je kunt het dromen. Je kunt het weten. En je kunt het ervaren. Nou, jullie zijn een gemeente, jullie hebben ervaring met het werk van de Heilige Geest. Dus hoogstwaarschijnlijk heb je al wel eens ervaring hiermee gehad op bepaalde terreinen. Um, maar ik wil ze kort toch even doorlopen, ook voor de mensen thuis, of dat je misschien toch hier wat nieuwer in bent. Je kunt het voelen. Nou, we gaan zo meteen gaan we stil worden. En dan kan het zijn dat jij opeens in je lichaam iets voelt of ervaart. Je kunt het voelen. Soms voel je even dat je heel verdrietig wordt. En dan kan het best zijn dat er iemand in de zaal is die worstelt met verdriet. Het kan ook zijn dat je opeens voelt dat een lichaamsdeel bij jou begint te trillen. Of een aanraking krijgt. Um, een tijd geleden was er een Derwes Moore-conferentie met Randy Clark. En um, toen creëerden we ook zo'n setting. En, um, en, en, en Randy zei, uh, we gaan eigenlijk gewoon een tijd van bediening in en hij zei ga eens maar gewoon stil zitten en uh, nou dat deden we en hij zei we gaan de Heilige Geest uitnodigen en dat deed hij Heilige Geest kom maar nou ik zat daar zo ik deel overigens een paar verhalen uit mijn eigen leven omdat ik ik weet dat ze dan ook gebeurd zijn. Ik vind het altijd lastig om andermans verhalen te moeten delen. Um, en, en, en ik deel een aantal verhalen en die pers ik even in twintig minuten tijd. Maar het is echt niet zo dat ik iedere dag in allerlei woorden van kennis wandel. Dit is uh, uit een vergaarbox van twintig jaar. Dat wil ik even als een soort voetnoot uh, bijzetten. Um, maar ik zat daar en ik voelde heel kort een, alsof er iemand gewoon een tikje gaf op de achterkant van mijn nek. En het eerste wat ik dacht was... Hè? Voelde ik dat nou juist of voelde ik dat nou niet juist? En ik merkte dat er in mijn hoofd een discussie plaatsvond. Ja, wat nou als ik het niet heel goed heb gevoeld? En uh, durf ik het nou wel uit te stappen? En moet ik dit nou wel doen? Nou, een heel dialoog. Om uiteindelijk op het punt te komen, ja, als ik het niet doe, dan weet ik het ook nooit. Dus laat ik nou maar gewoon gaan. Dus oké, okay, naar voren. En uh, nou, ik heb het gevoel dat hier op de linkerkant uh, of op de rechterkant van deze spier achter in de nek, dat daar iemand is met klachten. Is hier iemand in de zaal die dat heeft? En ja hoor, er kwamen een aantal mensen. En ik had het gevoel, volgens mij gaat het met name om deze mevrouw. En uh, we gingen bidden. En ja hoor, dus uh, ze zegt, ja, ik heb een, een auto-ongeluk gehad. En er zat iets met, de, met, was er met haar nek gebeurd. En we gingen bidden voor genezing. En ze zegt, dat is heel raar. Ik voel de pijn, voel ik verplaatsen. En ze voelde op een gegeven moment de pijn weggaan naar haar arm. Nou, als een pijn gaat verplaatsen in je lichaam, is het heel vaak een... Geest. Dus op een gegeven moment veranderde het gebed van bidden voor genezing voor bidden voor bevrijding. Nou, ze werd heel erg hard aangeraakt en het leerde mij maar. Want um, het gaat even niet om die vrouw op dit moment, maar mijn eigen gedachteproces en ik wil je daar ook dus bij helpen hoe het bij jou zo meteen gaat. Het was maar een heel kort tikje. Ik had het zo kunnen negeren, ik had er zo aan voorbij kunnen gaan, maar de Heilige Geest gaf maar een heel klein tikje. En in mijn hoofd begon een discussie. Zometeen gaat er ook bij jou een discussie plaats van: is dit de heer, bent u het niet? Ik wil je echt aanmoedigen: durf uit te stappen. Durf het te delen. Weet je, laten we een context creëren van veiligheid hier waar een foutje maken mag. Amen? Oké, okay, u bent lekker enthousiast. Halleluja. <laughs> uh, dan ook, uh, je kunt het zien. He, er zijn ook mensen die. Um, zien gewoon in plaatjes, zien ze dingen gebeuren. Het kan best zijn dat jij iemand in een rolstoel zie, voor je ziet, of je ziet iemand in gips, of nou ja, noem het maar op. Je, je wordt zo meteen stil en, en op het tv-scherm van je denken zie jij een plaatje ontstaan. En dat kan een heel vluchtig plaatje zijn. Het kan gewoon even zijn alsof er gewoon een dia even zo snel voorbij gaat. En je kan de, bij jezelf denken, heb ik het nou goed gezien of ik heb, heb ik het nou niet goed gezien? Ik zou je willen aanmoedigen, durf het te delen. Want heel vaak is, is het spreken van de Heilige Geest is geen schreeuwend billboard wat recht in je, in je gezicht blijft schreeuwen. Maar het is een vluchtig vogeltje wat door je tuin heen vliegt. Het, je kan het zo missen. Het, het, het schiet even voorbij, maar die gevoeligheid, die mag, mogen we met elkaar ontwikkelen. Dan, je kunt het lezen. Nou, dit heb ik nog nooit zelf meegemaakt, maar sommige mensen, die zien letterlijk een bordje boven mensen. Ja, dus die, die kijken de zaal in en die zien gewoon boven iemand depressie staan. Letterlijk de tekst. Zo wil de Heilige Geest soms ook tot jou spreken. Heeft iemand dat wel eens ervaren hier? Ik ben gewoon even benieuwd en nieuwsgierig. Volgens mij zie ik geen handen omhoog gaan, hè? Nee? Oké. Okay. Nou, dan gaan we de Heilige Geest vragen. Heer, zet vandaag deze openbaring ook vrij in ons midden. Um, dan, je kunt het denken. He, um, als je in een context komt zometeen, dan, dan kan het best zijn dat je een gedachtenstroom opeens krijgt. En dat je denkt, hé, hoe kom ik hier nou eigenlijk bij? Um, en je denkt dingen over mensen of situaties. Je kunt het uitspreken, soms vaak in, in de tijden van gebed en bediening, kan het zomaar uit je mond vloepen. Je hebt het helemaal niet bedacht en je zegt het eigenlijk al. Nou, ik zie jou knikken, heb je dat even Marleen? Ja? Ja, geweldig. <laughs> je kunt het ook dromen. Um, ik ben niet zo'n dromer, maar ik weet wel, als ik wakker word midden in de nacht en ik heb gedroomd, is het vaak het spreken van God. En zo waren wij in Engeland en uh, ik had vroeger een jeugdvriend gehad. Ik was hem een beetje uit oog uh, kwijtgeraakt en ik had een droom. En in die droom zag ik hoe hij in de financiële nood was gekomen. En uh, ik was het contact wat kwijtgeraakt, maar ik, ik voelde God spreekt hierdoorheen. Dus ik belde hem de volgende dag op. Ik zeg: Jan, hoe is het met je? Ik zeg: uh, Ik ben gewoon even nieuwsgierig hoe het met je gaat. Nou, om het verhaal even duidelijk te maken. Jan had vroeger een gokverslaving. En uh, uh, dat is uiteindelijk, is dat, was dat weer helemaal goed gekomen? Hij had een vrouw gekregen, een huis, et cetera. Hij zegt: Nou, weet je, het is eigenlijk heel slecht met me. Mijn gokverslaving is weer boven komen drijven, drijven en ik heb vorige week mijn huis vergokt. En het was het spreken van God op dat moment. Ik zeg, joh Jan, God heeft al lang gesproken voor je. En je ligt op Gods hart. Nou Jan is helaas nog steeds een atheïst en, en, en heeft grote weerstand tegen de dingen van God. Uh, dus dat is een stukje ding, hè? je kan niet mensen dwingen in de dimensie van God. Maar ik weet wel, Jan is op Gods hart. En dat liet hij zien doordat hij een droom gaf. Je kunt het ook weten. Soms kan het zomaar zijn: dan is er niet een denkproces, is er geen plaatje, maar het lijkt net alsof er een download heeft plaatsgevonden en je weet het gewoon. Je weet dat het zo is. Um, de allereerste keer dat ik ooit een woord van kennis ontving. Ik euh, waren bij de navigators aan het werk en we hadden al wel wat onderwijs gegeven. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje of ik voor het eerst in een gemeente wilde spreken. Nou, dat was geweldig. Dus ik werd door de oudste gebeld en dan heb je een telefoon. En ik merkte dat ik in mijn hart zei, heer wilt u dat ik hier wil spreken? En opeens, wist, ik wist het fundament van deze gemeente is niet goed. Ik dacht, Hè? Dat is nogal een heftig woord. Um, ik schrok er ook wel wat van. Dus heel beleefd het gesprek afgemaakt. Ik zeg: Nou, ik zal het in overweging nemen. Ik ben direct naar mijn voorganger gegaan, dat was Daniel Renger. Ik zeg: Daniel, ik, uh, ik heb een woord, volgens mij, voor een gemeente. En, uh, maar het is nogal een heftig woord. Wat moet ik hiermee? Um, en toen zei hij, nou je kan niet binnenkomen van de las en zeggen, Nou, hallo, ik heb even een woord van de Heer. Het fundament is hier fout. Dat gaat niet. Dus je hebt wijsheid nodig. Je hebt wijsheid nodig en je hebt zekerheid nodig. A, je moet zeker weten dat God heeft gesproken. En B. Je hebt wijsheid nodig hoe je het gaat brengen. Dus ik heb twee keer een vlies uitgelegd. En de Heer bevestigt het zo overduidelijk. Het fundament van deze gemeente is niet goed. Maar ja, vervolgens had ik nog wijsheid nodig. Hoe breng ik dat nou? Want ik kon niet binnenkomen van, hallo, ik ben even de gast spreken. Het is hier niet goed. Um, en uiteindelijk dacht ik, weet je wat ik doe? Ik hou gewoon een preek over gezonde fundamenten in ons leven. Gezonde fundamenten. Wat houdt het in om een gezond fundament in je leven te hebben, in je huwelijk te hebben, in de gemeente te hebben? Ik ben gewoon onderwijs gaan geven. Aan het eind van die dienst kwam de voorganger naar me toe die zei: Joh, je hebt echt op mijn hart gesproken. En daar liet hij het bij. Dus ik was redelijk in het ongewisse: gaat hier nou nog wat gebeuren? Wat is hier precies aan de hand? Wat, wat speelt hier? Um, wij gingen vervolgens naar Engeland voor drie jaar. En uh, nadat we ongeveer een, een, een vier maanden in Engeland waren, uh, kreeg ik een Nederlands christelijk tijdschrift. We hadden nog een abonnement en vrienden stuurden dat soms door. En daar stond een artikel in van deze gemeente. Waarin ze schreven dat ze publiekelijk vergeving vroegen voor het feit dat ze zich ooit hadden afgescheiden van hun moedergemeente. Er was een groep in die gemeente en die was een beetje erg enthousiast. En die hadden eigenlijk een beetje de houding ontwikkeld van, nou ja, alles wat hier gebeurt is allemaal fout en we gaan het lekker zelf doen. En er was eigenlijk een houding ingeslopen van hoogmoed. En je kan zien dus dat God een woord van kennis. Zet de dimensie van God vrij, in dit geval om een fundament weer te herstellen binnen een gemeente. Dat is wat woorden van kennis doen. Je kunt het ook ervaren. Um, ik wil graag afsluiten met een, met, met een tot slot een verhaal en dan gaan we ook de praktijk in. Um, binnen Alkmaar hadden wij ook een discipelschapstrainingsschool. En op een gegeven moment um, heb ik daar onderwijs over gegeven, ook over delen van woorden van kennis. En dan hebben we het ook, wat we zo meteen ook gaan doen, het gewoon open gegooid. Daar zaten allemaal mensen, net zoals u en ik, die sommigen hadden al wel eens wat ervaren, anderen hadden nog nooit wat ervaren. Um, en het was gewoon een heerlijke oefenwijder met elkaar. Zo noem ik het maar even. Dus we nodigden de Heilige Geest weer uit. We zeiden: Heilige Geest, wilt u spreken? We werden stil. En wat gebeurde er? Er was een man en die zei: Ja, ik krijg opeens heel veel hoofdpijn. Ik krijg echt hoofdpijn. Dus we stelden de vraag: is hier iemand die gewoon last heeft van hoofdpijn op dit moment? Ja hoor, er ging een vrouw en die stak haar hand omhoog en die zei: Ja, ik heb, uh, ik heb gewoon eigenlijk chronisch last van hoofdpijn. Oké, okay, prima, dan gaan we daarvoor bidden. Degene die naast deze mevrouw zit, zou jij voor haar willen bidden? Ja hoor, dat wilde hij wel doen. En hij was nog niet begonnen met te bidden. Of een vrouw stond op en die zegt: Ja. Maar ik ervaar iets, He, dit is dat laatste punt. Ik ervaar iets. Ik, 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 ik zie namelijk, het was een combinatie van woorden van kennis in die zin, uh, van hoe het tot haar kwam. Ze zegt: Ik zie een auto-ongeluk voor me en ik voel dat er heel veel angst is uh, vrijgekomen. Klopt het dat jij hoofdpijn hebt gekregen nadat je in een auto-ongeluk bent geweest? En die vrouw zei: Ja, dat klopt. En klopt het dat jij worstelt met heel veel angst op dit moment? Ja, dat klopt. En opeens ging het gebed van het bidden voor genezing van nou ja, hoofdpijn verschoven naar bidden voor bevrijding. En deze vrouw, die viel op de grond en werd echt krachtig door God aangeraakt. En het was zo mooi om te zien dat de Heilige Geest. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik, ik heb alleen maar een praatje gehouden. En, en, en nou ja, de mensen deden het. En het was zo mooi dat er een samenspel begon te ontstaan met de Heilige Geest. En de een vulde de ander aan. En dat houdt in dat we lichaam zijn met elkaar. We hebben elkaar nodig. God heeft jou nodig. Willen wij hier gemeente zijn waar Gods koninkrijk zichtbaar wordt, dan wil ik je echt aanmoedigen. Geef jezelf over. Zeg, Heer, hier ben ik. Heilige Geest, ik ben beschikbaar. Heer, als ik kan dienen om het lichaam op te bouwen, Heer, ik ben er. Verlangt u daarnaar? Amen. Mooi. Dan gaan we dat uh, ook in praktijk brengen. Nog tot slot een, een, een heel klein dingetje. Dan moet ik zelf even spieken, want ik heb het opgeschreven. Dan moet ik niet uit beeld leven. Wat heb ik ook weer? Oh ja, dat heb ik al gezegd. Ze komen vluchtig en snel. Denk ook niet, het is onbelangrijk. Want wat in jouw ogen onbelangrijk is, kan voor iemand anders superbelangrijk zijn. Jij kan denken, oh ik voel een klein steekje in mijn hoofd. Ja, maar als je de hele dag last van steken in je hoofd hebt. Dan is dat super irritant voor degene die daarmee moet leven. Dus durf het te delen. Um, we gaan zo meteen ook een setting creëren waarin u wat mag delen met de gemeente. Um, we kunnen helaas, of het hangt een beetje af van hoeveel mensen het er zijn. Misschien kunnen we niet iedereen de ruimte geven, maar wees specifiek in te benoemen wat je ervaart. Geef er niet te snel een interpretatie aan. Geef gewoon aan. Dit is wat ik zie. Dus wees heel specifiek wat je hebt ervaren. En wees dan duidelijk als jij denkt, nou, het zal wel hiermee te maken hebben, dat je dat onderscheid goed maakt. Begin dus niet gelijk met de interpretatie, maar geef eerst aan wat je hebt gevoeld en hebt ervaren. Nou, dan gaan we ook uh, een tijd nemen om te bidden met elkaar. Um, en dan als laatste, geloof is risico. En, en ik kan dit niet sterk genoeg benadrukken. Als jij over het water wil lopen in je leven, dan zal er ooit eens een keer een moment moeten zijn... dat je uit het bootje moet gaan stappen. Toch? Um, en dat vraagt gewoon een ja-houding in jou. Een verlangen, heer, gebruik mij. En betekent dat dat het altijd goed gaat, dat je altijd de plank raak slaat? Nee. Ik heb al eens een hele middag in de bibliotheek zitten wachten op een vrouw in een rode jas. Nou, die vrouw is nooit gekomen, maar ik had sterk de indruk dat die vrouw zou komen... Um, ja, het was een verspeelde middag in die zin. Maar ik denk dat God super blij was met het feit dat hij een kind ziet die nou ja, probeert om te groeien. En, en, en dat is wat we met elkaar mogen leren. Weet je, we mogen hier een oeverweide creëren waarin we lekker mogen uitstappen. Als het eens een keer fout gaat. Joh, dat maakt niet uit. God waardeert het uitstappen. Die is daar zo blij mee. Dan, dan heeft hij echt, volgens mij echt een glimlach op zijn gezicht en denkt hij: Wauw. Mijn kinderen zijn aan het oefenen en aan het uitstappen. Weet je, daar geniet hij van. Nou, ik ga beginnen met een gebed en dan zingen we een lied. En dan ga ik u vragen wat u heeft ervaren, ja? Heilige Geest, u bent zo goed. Heer Jezus, als we naar u kijken, Heer, Heer dan zien we zo'n ja-houding in u. U was altijd bereid om de wil van de Vader te doen. U zei ja, Vader. Ook op de onbelangrijke momenten en de onbelangrijke mensen, Heer, had u altijd een ja-houding. En Heilige Geest, op dit moment wil ik u vragen om te komen in ons midden. U bent hier al, maar Heilige Geest, ik wil u vragen om openbaring vrij te zetten. Heer, we aanbidden u, Heer. Heer, hier zitten lieve mensen, Heer, kinderen van u. En Heer, we willen ja tegen u zeggen. Heer, ik wil u vragen om op dit moment te spreken in woorden van kennis. Halleluja. Halleluja. Dank u wel, Heer.